Ik zal de microfoon wel zo hier even overstaan. Ja, we zijn hier volgens mij bij carnavalsclub De Deurzwijpers. Dat had je goed gezien, denk ik al. In de Middenstraat bij Van Kasteren, bij Wout Van Kasteren. Wout Van Kasteren. En nou willen wij hier een beetje filmen. En dan moet jullie iets vertellen van de club. Aantal leden. Wat je al gemaakt hebt, wat je nou het maken bent. Ja, kijk, wij hebben microfoon in totaal 19 leden. Allemaal goede werkers. Afwerking kunnen zien, dat is nou van hand. Een bouwer zijn is ook een beetje te zien. Het is veel sleugend op de jeugd eigenlijk, is een beetje. Dat er weinig ruimte is voor de jeugd om te spelen. En dat is alles maar volbouwen door de deur. En hebben we met deze wagen een beetje duidelijk proberen te maken. En we hopen ook dat het voor de jury ook een beetje duidelijk is. Dat ze het eruit kunnen halen, wat wij bedoelen. En dan hebben we door naar een vakkundige schilder, Willy. Hij heeft er zelf al schik in. Hij is nou toevallig het verf. Melk. Nee, geen melk. Wat ik nou aan het doen ben. Je weet toch wel wat je het maken bent, denk ik, of niet? Dat is de afwerking, jongen. Is dit de afwerking al? Nee. Dus dat begint bij ons al bij de goos. Daar eindig het mee. Oh, de eindiging is voor de goos bij ons. Zoals kuur werk wij voor. Lee, weet ik ook nog iets te vertellen? Nou, eigenlijk ben ik belangrijk. Ik heb eigenlijk liever dat je een beetje korter bij komt dan. Maar ik wil eigenlijk niet de volle rooien, hoor. Je kent onze voorzitter aan. Oh, ik heb eigenlijk weinig tijd, ik wil dus gauw ik scheel gaan vatten. En wat moet ik eigenlijk melden? Ik zou zeggen... Ja, dat je bent, hoef je niet te zeggen, want dat zien wij. Ik zou zeggen, ik snel onze steerschilder achter bij de wagen, de heer van de zender. Die kan jou waarschijnlijk wat meer inlichten. Kun je ook nog iets vertellen, Mario? Koffie? Nee, geen koffie. Iets vertellen. Ja. U ziet hier wel een uiterst gezellig groepje. Maar lachen we toch wel af hier op zo'n dag. Kun je eens lachen beginnen. Ja, wat bent u aan het doen, meneer? Nou, ik probeer eens van de vierkantjes die gemaakt zijn, weer eens rondjes maken. Hè? Ja. Zodat er alles een beetje beter afgerond is. Hè? Ja. Hopen dat de jury het niet ziet. Nee. Had u nog iets? Je kunt dus aan het geheel al zien dat we bijna klaar zijn, want we zitten met een man of 7-8 hier op een vierkant meter te schilderen. Ja? Dus dat is een van het laatste denk dat we nog moeten doen hier, in deze wagen. En deze leuke jonge dame. Wat bent u aan het doen? Ja, dat zie je, hè? Lijntjes aan het trekken. Lijntjes trekken. Dat is niet mis. Nee. Hè? Nee. Goed, is er nog iemand iets meer aan het doen? Toevallig iemand die het... We hebben net weer pauze. Ja, hebben we weer schaft. Top, goed terug. Ik dacht wel dat dit het was voor vandaag hier bij de Deurzwijpers. Voor de carnaval jongens matig te sprengen voor, denk ik eraan. Ja, dat hebt u in de carnavalsgroep al kunnen lezen. Carnavalsgroep. Of de krant. Wat maakt het eigenlijk uit? Ja, het is koud hier weer. Dus we zullen eigenlijk wel moeten kleden. Wat een naam, Mario. Hè? Wat nou? Als we terug zijn, waarvan? Dat denk ik dat wel. Voor sommigen te warm. Dan zullen we de wagen eraan moeten stoken om een beetje warmte te krijgen, denk ik. Dat is boven leuk. Ik denk dat we af kunnen sluiten, man. Maar dat we allemaal onzin aan het uitkramen zijn hier. Stuk het erop, Jan. Kan maar voor, hè? Oh. Het een en ander bij geschilderd worden. Oh, dat is de ruwe vorm. Dus. Dat is de ruwe vorm, ja. Kijk eens. Oh ja, nu zie ik het. Ja, nou, kleurt al flink op. Wordt nog kleur ingebracht, jongen. Ja. Wat netjes. Wat? Ja, hoi. Reken wel op een prijsje, Bert. Ja, er zijn in ieder geval voor iedere club altijd de prijsje, hè?
Het is al mooi eigenlijk dat je in zo'n opdracht mee moet doen. Meedoen. Dus? Ja, ik zei het rekenen altijd op. Het valt ons niet tegen als we bij de eerste 13 zijn. Bij de eerste 13? Ja, want we hebben gehoord dat er 14 meedoen, dus daar valt het niet tegen. Ja, ik gok wel eigenlijk nou een beetje op. Ja, ik heb gehoord dat er 25 meedoen, maar... 25, ja. Kijk, wij tellen alleen natuurlijk een beetje op niveau, hè. Ja, kijk. Uiteraard. Ja. Uiteraard. Ja. Hoe is het met jou? Goed, ja. Oh. Kom eens even. Maar ben je, ja, ik denk dat jij de voorzitter bent of zo, want je voert geen bal uit te doen. Voorzitter is best al niet. Nee, helemaal niet. Dus, helemaal niks. Je doet helemaal niks. Je kijken. Ja. Oh. Hier rondkijken. Want jij bent bij de ponyclub volgens mij, of niet? Ja. Oh. Dan is het geval er nog eens ooit af, ik hoor. Helemaal nooit. Oh. Nou, mijn ook goed. Dan draaien wij even om, want we zien niks als de ruggen van jullie zo. Ja. Draait wij even naar de camera. Want je komt er toch op. Toch? Oh. Ja. Het werd mooi blauw, ja, ik ben een beetje kleurblind. Maar... Ja, dat wordt het zeker. Ja. Maar het werd goed, het werd goed. Hartstikke mooi, ja. Ik snap niet dat je het er voor over hebt, maar... Wat blij dat je ja. Ja, wij ook. Ben je er wel blij mee? Ik wel, ja. Ja? Ja. Dat moet ook. Je lacht er ook mee. Ieder jaar keurig netjes in de optocht.